Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag wat vertellen over het drie lagen kledingsprincipe. Vind je deze video nou leuk? Klik dan op like en abonneer je op ons kanaal. Het principe van drie lagen, dat wordt toegepast op het bovenlichaam. En dat begint altijd bij een ondershirt. En het ondershirt dat dient ervoor om de eerste transpiratie op te nemen, zodat transpiratie geen druppel gaat vormen. En daardoor eigenlijk jouw lichaam droog houdt. Daar komt er een gewoon shirt. Dat shirt dat kan wat dunner of wat dikker zijn. En in de zomer is dat gewoon een wielershirt. En in de winter kan het een wat dikker shirt zijn met lange mouwen bijvoorbeeld. En dat shirt dat is niet winddicht, niet waterdicht. En dat zorgt voor de eerste warmte-isolatie, zeg maar. En natuurlijk in de zomer is het gewoon je shirt en heb je het ondershirt vooral aan voor die opname van transpiratie. Mocht het dan op een gegeven moment wat kouder gaan worden, dan gaat echt het drie lagen principe in werking. Want dan komt er namelijk een derde laag overheen. En die derde laag, dat is een beschermende laag. Dat kan een winddichte laag zijn, dat kan een waterdichte laag zijn. En dat kan ook nog een combinatie zijn van winddicht, waterdicht en ook nog thermisch, dus isolerend. Dat systeem, waarom werkt dat nou zo goed? Dat komt eigenlijk door de tussenliggende luchtlagen. Als je lucht is de beste isolerende factor en als je wanneer je maar één shirt zou dragen wat en winddicht is en ook meteen heel warm is en aangesloten is, dan mis je eigenlijk de luchtlagen, moet je iets heel diks gaan dragen en dat hele dikke dat zit niet comfortabel, dat is stug, dat is zwaar. En in dit geval maak je eigenlijk gewoon gebruik van de natuurkundige kennis dat lucht isoleert. Dus je kan met dunne lagen heel goed isoleren, niet koud krijgen, droog blijven ook door de onderlaag. Wat ik je wel wil meegeven, wanneer je echt sportief gaat fietsen, dan ga je over het algemeen zelf heel veel warmte genereren. Die warmte betekent ook transpiratie. En een waterdicht jack, dat ademt altijd heel veel minder dan een winddicht jack. Dus wat we veel zien bij sportieve fietsers is dat het eigenlijk voldoende is om een goed waterafstotende windjack te dragen en het niet waterdicht te maken. Want wanneer je het waterdicht maakt, word je eigenlijk van binnen door je eigen transpiratie net zo nat als wanneer het zou gaan regenen. Dus meestal goed waterafstotend en winddicht. Ja, ik heb je nu verteld hoe het drie lagen principe werkt. De dikte van de materialen, die zijn heel erg afhankelijk ook van de temperatuur. Dus kijk daarin wat je voor jezelf prettig vindt. In de winter of bij koude weersomstandigheden drie lagen. In de zomer twee lagen, namelijk het ondershirt en alleen de tussenlaag.